alles gaat lukken. Als je tot morgen bij me blijft. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. En die zit weer barstensvol met optredens. Natuurlijk heel veel gezellige dingen met de familie. Lekker een hapje en een drankje. Dat is toch het leukste wat er is. En we zijn naar André Rieu geweest in Maastricht. Veel plezier met kijken. Laat hier beneden eventjes een reactie achter. Dat zou ik super leuk vinden. En doe eventjes een duimpje omhoog. Doei. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij zijn onderweg naar Rhenen voor het tweede optreden dit weekend. Ik heb gisteravond al opgetreden in Soest. Dat was super gezellig. Een tweeling die werd 18. Allebei werden ze 18 trouwens, ja. En we gaan nu dus eerst repeteren, want het is live met band. En daarna hebben we nog twee optredens. Dus het wordt een bomvolle zaterdag. En het zonneschijntje is erbij. Kijk eens eventjes. Jip en Janneke, zeg maar. Wat voor dag is het vandaag? Maandag. Maandag, het is vandaag maandag. Waarom heb jij een zwemvest aan? Omdat ik ga zwemmen. Waar ga jij zwemmen? In de Vliet. Zal ik meegaan? Ja. Ik heb alleen geen zwemvest. Ja, ik heb al Ze zegt het nog ook. Maar ze snapt het niet. Traki kindje, kom we gaan zwemmen. Ja, komen jullie mee? Kijk, opa boven. Hi. Hoe is het? Ja, goed, ik ben jullie. Ja, hey, Dees. Geef kus. Oh, lekker. Dag, dag. Dag, dag. Dag, dag. Dag, dag. Het is vandaag vrijdag en wij zijn onderweg naar Nunspeet voor de eerste optreden. Maar wat nu ook het geval is, is dat België aan het voetballen is. Maar ze toppen een beetje voor België. Dus ik mag dat kijken, deze niet, want die is aan het rijden. Maar die kan wel meeluisteren in ieder geval. En op dit moment staat België 1-0. Superleuk. Oh, dat is wel heel. Wet jaar al? Wat? België heeft gewonnen! 2-1! 2-1! Good day, het is vandaag zaterdag en we hebben drie optredens. We gaan eerst naar Amersfoort. Ja, ja. Nee. Nieuwegein. We gaan eerst naar Nieuwegein. Al oh, wat erg! Het ligt nog niet eens bij elkaar, Daisy. Eerst een Nieuwegein. Dan gaan we naar Berkel-Roderijs. Berkel-Roderijs en dan naar Wouw. Wauw. Cool, man. Ik ga jullie weer meenemen. Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat je kost aan ben? Het is vandaag alweer zondag. En we zijn even gestopt bij de benzinepomp onderweg naar een optreden. Want er is Formule 1. En dat ga ik natuurlijk echt wel kijken, zeker de start. Dus dat, daar. Go, wat is dat voor fles? Ja, we gaan... Komt hij uit de keuken? Uit de keuken gaan we... Gaan nee, ja, ik zie het al. Ja. Ja. Nee, zal ik hem even proeven? We doen het. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Nee, ik niet meer.
Ik ruik eraan. Kom op. Je moet nooit ergens aan ruiken. Op de keuken. Op de keuken. Op de keuken. Proef hem dan. Hartje, hebben een schuitje, dit is ons ideaal. Hoor maar aan mijn stem. En we hebben gewinkeld, Deze en ik. Want Deze is jarig vandaag. Hippie de piep. Hippie piep. Hoera. Hippie piep. Hippie piep. Hey, toppie. Ze is gewoon al 35 geworden. Ja, echt niet normaal. 36. 29. Zie je hoe oud ben ik? 39. Nee. Hoe oud? Kijk eens goed. Ga jij nou weer doen? Is dat. We zijn lekker dus bij mijn ouders. Want die hebben lekker helemaal voor ons gekookt. Ja, want hij mag niet bij die pan. Weg met dat is toch gezellig? Lekker sangriaatje erbij. Nou, die sla ik even over vandaag. Proost. Proost. Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik ga pakken op het teamblad. Laten we maar doorgaan. Nou ja, ik heb hem aangezet. Hij voelt al een beetje warm. Lekker. Kijk eens hoe mooie bloemetjes. Beautiful. Kijk, dit legt er allemaal op tafel. Om de vleesjes om te draaien. Vorkje. En daar zijn de vleesjes. Het is onmogelijk. Het is al een beetje warm. Ik wou dat ik dit aan jullie kon laten voelen. Of zoiets. Dat is mijn andere tante. En hoe heet die tante? Zij is Samantha. Zij is Daisy. Die is vandaag jarig. Oh. En hoe oud? Ze denkt dat ze 20 is. Oh my goodness. Het ligt al op de plaat. Opa, ben je lekker aan het bakken? Ja. Hier zijn de worstjes. Ook lekker natuurlijk. Het is een beetje olie hoor, dus. Het gaat niet zo gezond, want er zit 29 suiker in, dus echt gezond voor dat eten niet. En dan nu even wachten, hè? Oh my gosh. Neem maar weer op, want dat is leuk. Ik vind dat echt beautiful. We hebben lekker gekookt, kok. Toepie. Dikke duim. Omhoog. En al dat lekker eten, dat is echt het lekkerste eten wat ik ooit heb geproefd. Nou ja, neem ik even een kippiehappie, want dat is best wel. Oh ja. En lekker. Dan toppie. Ze zijn in ieder geval omgedraaid.
Laat me dan even duidelijk zijn. Oh, we zijn met management. Kijk nou even. Ja, Wino en Glenn en Dees. En de kip. Nou, het is toch enig. Maar ik kan hem niet vangen. Kijk dan. Zie je wat klammer is? Leuk hè? Ah, zo leuk. Ik heb ook een vis, ik heb alleen geen water. Oh ja, ik heb wel water, maar dan zwemt hij weg. Zo leuk. Wat zit je te doen op de vlog? Huh? Ben je in de lijn? Ja. Kriet. Ik ben afgevallen, 5-2. Wij zijn onderweg, het is vandaag donderdag. En we zijn onderweg naar André Rieu, naar het concert. Met Mike Pietersen en Faiska, zijn vrouw. Daar is die. Oké, we gaan foute vriendinnen doen. Mike krijgt de eerste opdracht. We zijn allemaal in het wit. Nee, maar dat moet. Wel zeggen, ik heb een excessief binnen. Dus jij moet vragen naar iemand op straat. Weet u of Sensation White die kant op is? Oké. Maar we zijn in Maastricht, voor de mensen die het niet weten. Oké, oh, die mevrouw op de fiets. Ja, maar die loopt heel irritant te bellen, zeg maar. Ik kom van zo'n 17 ja. Black. Ja, zag je dat? Oké, ik ga mijn camera omdraaien. Doe je zo. Oh, ja. Hij pakt echt een zwakste eruit. Ja, het is toch daar? Ja? Sensation White, toch? Ja, nee. Ja. Jij, Mike, jij krijgt een duim omhoog. Duim omhoog. Kling. Ja, man. Luister. Mensen, foute vriendinnen. Ik ben hier met Francis. Ja, doe je ook mee? Jij krijgt een opdracht. Jij gaat naar hun, die daar achter je staan. Kijk. En dan zeg je, hey, Abeltje. Ja? Doe de deur dicht. Oké. Straat lijken te huilen. En dan loop je weg. Ja. Zodat ze mij zien. Hè? Abeltje? Ja, wat een zweertje! Ja, dat is Abeltje! Leuk, je staat je goed gemut! Je bent goed gemut! Ja, is het goed? Fijne avond, hè? Ja. André! Dus vergeet niet, hè? Een dikke duim omhoog, hè?